Lange Tabiki beschikt over veilig drinkwater. De bewoners van het Pamaka-dorp Lange Tabiki aan de Marowijnrivier beschikken nu over veilig drinkwater. De stichtingen Nieuwmond Pamaka Community Development Fund en Duurzame Ontwikkeling Pamaka hebben dat samen bewerkstelligd. Het CDF heeft het op zondag 16 februari overgedragen aan de dorpsgemeenschap. CDF-voorzitter Albert Ramdien en waarnemend stamhoofd van de Pamaka-stam Jozef Forster hebben het protocol van overdracht ondertekend tijdens een plechtigheid op het eiland. Na de overdracht blijft de CDF tenminste een half jaar zorgen voor het onderhoud van de waterinstallatie. De aannemer van de waterinstallatie staat voor een bepaalde periode zelf garant voor het oplossen van eventuele technische problemen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.